Vandaag ga ik een Stairway to Heaven doen, alleen dan als Spider-Man. En natuurlijk heb ik ook de Spider-Man skin aan en moet ik ook meteen even de webshooters gaan verzamelen. Want als ik die niet heb, dan ga ik best wel moeilijk naar beneden komen van die skybase. En ik heb ook heel veel hout nodig en ik moet gewoon heel veel regelen. Oké, als het goed is, liggen hier die webshooters. Eens even kijken. Ja. Kijk eens aan. Trouwens, er ligt er ook een heel leuk kistje. Die gaan we ook even pakken. Geef me een sniper. Een rocket launcher. Nee. Oké, nou, het zal wel. Nou, geef me even deze boom, want dat hout kan ik gebruiken. En ik wil de webshooters hebben. Dankjewel. En gelukkig zijn we ook meteen geland in een bos. En dat betekent dat ik ook heel veel hout kan gaan hakken. Want in totaal heb ik denk ik wel 999 hout minimaal nodig. En misschien had ik op een andere plek moeten landen, zodat ik nog meer hout kon krijgen. Maar hey, daar ben ik nu een klein beetje te laat mee. En oh mijn god. Er loopt daar een vet enemy. Nee! Oké, die enemy mag mij eventjes niet zien, want ik heb en niet echt wapens. En ik heb geen zin om mijn bouwmaterialen te gebruiken. En ik wil nog echt een sniper vinden. Want als ik namelijk een sniper vind, dan kan ik tenminste op mensen snipen die beneden lopen. En anders, anders kan ik dat niet doen. En dat is saai. Oké, ligt hier binnen voor mij een sniper? Nee, er ligt een of andere AR en een sniper. Hallo! Waarom ligt er nergens voor mij een sniper? Oké, ligt er wel een kistje. Kom op, sniper. Nee, oké. Nou, een shotgun heb ik dus helemaal niks aan. Dus die gaan we ook gewoon lekker niet meenemen. Ik denk dat ik gewoon even lekker keihard moet gaan doorhakken. Anders ga ik nooit genoeg hout hebben. En dan hopelijk gaan we die sniper later tegenkomen. Dat zal wel lekker zijn. Maar als wij dit potje winnen met de skybase, dan ga ik een skin weggeven aan een van jullie. Dus ik hoop wel echt dat ik het potje ga winnen met de skybase. En wil je nou kans maken op zo'n skin, dan moet je even geabonneerd zijn op mijn kanaal. En je moet ook zeker even mijn supportercredietcode KNIJN gebruiken in de itemshop. Oh mijn god. Er loopt hier een enemy. Er is hier letterlijk een enemy aan het vechten met de wolven. Waarom ben ik dit aan het doen? Dit is zo'n dom plan. En dat puur... Ah! Wow! Au! Ah! Oké, rennen. Ik moet hier weg. Oh mijn god. Laat me mijn webshooter gebruiken. Nee! Oh, oprotten. Doei. En ik besef me nu pas. Ik had die enemy gewoon best wel gewoon kunnen killen. Want ik heb letterlijk gewoon een wapen. Nou, het zal wel. We zijn in ieder geval aan het volgende stadje. En ik moet nog steeds even gaan hakken. Maar ondertussen ben ik aan het kijken voor de sniper. En hier ligt loot op de grond. En oh mijn god. Ja. Let's go. Hier ligt gewoon een sniper. Dit is precies wat ik nodig heb. En 17 kogels. Oké, dat is voor nu wel even genoeg. Alleen nu moet ik ervoor zorgen dat ik nog even veel meer materials ga krijgen. Want op dit moment heb ik niet bepaald heel veel materials. Oké, nou hier ligt heel veel zooi. Nou, in ieder geval een hekje. Dat kan ik even hakken. Wat ligt er nog meer allemaal? Krijg ik hier veel hout van? Op zich wel. Eigenlijk heb ik gewoon even pallets nodig. Dat was misschien toch wel even het handigste geweest. Maar hey, deze stenen die hier liggen, ik zeg je eerlijk, die zijn ook helemaal top. We hebben in totaal al iets van 1000 materials. Kan ik daarmee een stairway maken? Op zich wel. En ik moet straks wel gaan beginnen aan een stairway. Anders ga ik sowieso niet boven komen en dan word ik weer keihard gekild. En daar heb ik helemaal geen zin in. En volgens mij is die enemy daar achter me letterlijk nog steeds aan het vechten met die wolven. Want ik hoor gewoon nog allemaal schoten achter mij. We hebben bijna 999 hout. Dan wachten wij denk ik nog even één cirkel af. En dan gaan we lekker omhoog bouwen. En ondertussen hak ik ook nog even lekker wat stenen bij. Kijk, dit is helemaal top. Op dit moment hebben we gewoon letterlijk alles nodig wat ik nodig heb. En oh mijn god, achter me zit een enemy. Ik wil toch wel even stiekem kijken waar die enemy is hoor. Loopt die enemy hier nog? Hallo enemy, waar ben je? Nou, de enemy heeft in ieder geval een snelle loesoe gezet. En inmiddels heb ik 999 hout. Oké, kijk, dit is echt helemaal top. Het enige wat wij nog even gaan doen, we hakken even deze stenen. En dan denk ik dat het tijd is dat wij omhoog gaan. Trouwens, ik denk dat ik nog één cirkel wacht. Want anders ben ik bang dat ik niet genoeg materials heb. En dan heb ik echt een probleem. Gelukkig kan ik altijd naar beneden komen, want ik ben Spider-Man. Wacht, ik kan dit eventjes gaan testen. Oké, stel je voor, hè, we maken straks een stairway op deze manier. Zo. En dan ga ik dood als ik hier naar beneden spring. Ik weet het niet. Dan spring ik naar beneden en dan hoppakee, let's go. En dan overleef ik het gewoon. Oké, het plan is echt waterdicht. Maar of het mij gaat lukken, waarschijnlijk niet. Maar hey, daarvoor is het ook een challenge. Anders is het geen challenge. Anders is het gewoon iets anders. Ja. We hebben hier een paar lekkere besties. Die gaan we nog even lekker opchappen. En dan heb ik ook even wat shields. En over 10 seconden komt de volgende cirkel. Ik ben echt heel benieuwd waar die komt. Alsjeblieft een beetje een chille plek. Kom op, waar is de cirkel? Oh mijn god. Oké, ik ga hierheen lopen en dan ga ik daar de stairway beginnen. Alleen ik ben kapot bang dat er enemies achter mij zitten. En dat ze gewoon mijn stairway kapot hakken. Want dan heb ik een probleem. Weet je wat? Ondertussen gaan wij gewoon nog even lekker looten. Kan ik een betere sniper krijgen? Ik zeg je eerlijk, als ik een paarse sniper nu nog kan krijgen, dan maak je mij best wel blij. Oh, ik wil trouwens nog wat anders cools proberen. Hè? Wacht. Stel hè, ik ga hier een stairway.
stairway maken. En loopt hier trouwens een enemy in de buurt? Nee, oké. Okay. Als ik een stairway heb, hè, en ik ga naar beneden, zo, en dan kan ik dan weer omhoog komen. Ja, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Hoe kom ik weer omhoog? Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. Oh, oh oké. Okay. Dat ging echt letterlijk maar net goed. En ga ik dit proberen als ik straks heel hoog zit? Ja, dit gaan wij proberen. Oh mijn god, dit gaat straks echt helemaal fout. En oh mijn god, ik weet niet of jullie het ook zagen, maar daar voor mijn neus staat iets wat ik heel erg nodig heb. Staat hier letterlijk een lama? Oh nee, lama, lama. Wil jij niet voor mij gaan wegrennen? Ik weet niet of ik genoeg... Oh mijn god. Oh nee, 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 lama. Doei, lama. Ik ga er vandoor. Er lopen daar letterlijk enemies naast me. Weet je wat, enemies? Pak jullie maar de lama. Ik heb genoeg materials. Oh mijn god, waarom kom ik nou niet gewoon die lama in het begin van het potje tegen? Dat zou zoveel chiller zijn geweest, hè. Enemies, laat mij met rust. Ja, gaan jullie maar lekker die lama pakken, ja? Zolang jullie mij maar met rust laten... Oh, kijk, 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 daar loopt die enemy. Daar loopt die enemy. Jeet. Oh, oké, okay, oké. Okay. Spider-Man vliegt er weer vandoor. Wacht even, ja. Spider-Man vliegt er weer vandoor. Joejoe. Die enemies kan ik op dit moment gewoon echt niet gebruiken. Want ik wil straks stiekem omhoog bouwen en niemand mag weten dat ik hier ben. Helemaal niemand mag dat weten. Ah, ah, la, 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 la. Letterlijk op het moment dat ik het zeg, loopt daar een enemy. Oké, okay. Ik ga weer lekker wegvliegen. Doei, laat me met rust alsjeblieft. Waarom lopen hier overal enemies? Ik heb hier toch helemaal geen zin in. Kan ik hier omhoog? Ja, laat me omhoog. Au, au, oké. Okay. Wat er net gebeurde, als dat straks ook gebeurt, als ik een stairway heb, dan ben ik dood. En dat is natuurlijk niet iets wat we willen hebben. En oh mijn god, oh mijn god. Kijk, hier ligt er nog één. Die wil ik ook hebben. Oh, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, loop weer overal enemies. Nee. Ik moet niet mijn materials gaan gebruiken voor die enemies. Ik vlieg er weer vandoor. Enemies, laat me alsjeblieft nou even met rust. Oké, okay, kijk. Daar zit een enemy. Die zit een beetje stoer om mij te snijpen. Oprotte jij, want ik kan terugsnijpen. Doei. Oké, okay, laat maar zitten. Hallo, kip. Oké, okay, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon even lekker helemaal hierheen. Hier is namelijk volgens mij helemaal niemand. En dan ga ik hier gewoon beginnen met de stairway. Want anders is het niet eens een stairway to heaven, maar gewoon niks. Geef me nog even wat extra hout, want dat kan ik wel gebruiken. Want dat heb ik net dus gebruikt om te bouwen. En dat was niet heel erg slim. En dan gaan we hier gewoon lekker omhoog bouwen. Ga ik naar beneden worden geschoten? Waarschijnlijk wel. Ga ik daardoor doodvallen? Nee, want ik ben Spider-Man. Ik kan vliegen. Hier, let op, hè. Oh, nee. Oh, mijn god. Er loopt een enemy. Die enemy moet dood. Die enemy, die moet dood. Anders heb ik een probleem. Niet op mij snijpen. Nee. Au, nee. Au. Laat me even mijn sniper reloaden. Oh, mijn god. Waarom moet daar nou weer zo'n hele vervelende enemy zijn? Ga jij alsjeblieft even dood oprotten? Oh, nee. Nee, nee. Ik weet dat jij een sniper hebt. Stop nou met je sniper. Wegwezen, dank je. En oh, mijn god. Er loopt daar nog een enemy achter mij. Heeft die enemy mij gezien? Oh, mijn god. Die enemy heeft mij letterlijk niet gezien. Oké. Okay, ga jij even dood? Wegwezen jij? En oh, nee. Nee, 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 nee. Die enemy heeft mij wel gezien. Nee. Oh, dit is zo vervelend. Alsjeblieft, ga dood. Sniperkogel. Nee, waarom zit je nou zo vervelend te lopen? Ik ben al mijn sniperkogels aan het verpesten op jou. Weet je wat? Ik doe het wel hiermee. Ga jij alsjeblieft dood en... Ja, let's go. En daarachter loopt nog een enemy. Oké, dit is best wel een probleem. Want ik heb ook bijna geen kogels meer. Ik heb eigenlijk ook even die kogels nodig. Oké, wacht. Ik ga deze enemies gewoon even looten. En daarna ga ik omhoog. Zo, dankjewel voor de loot. Een blauwe sniper. Dat is ook helemaal top. En hier nog een sniper. Nou, die gaan we niet gebruiken. En oh mijn god, de storm komt eraan. En ik moet best wel een stukje lopen. Oké, wacht. Ik ga eventjes wegslingeren. Zo. En dan is het nu gewoon letterlijk tijd om omhoog te bouwen. Anders ga ik het helemaal niet meer redden. En achter mij zitten ook allemaal enemies. Nee, word ik nou beschoten? Nee, oké. Ik word niet beschoten. Gelukkig. Oh mijn god. Ik heb echt een probleem. En, er zijn wel nog maar 6 enemies over. Waarschijnlijk gaan al die 6 enemies mij op dit moment zien. Maar maakt niet uit. Ik ben Spider-Man. Stel ik val naar beneden. Dan moet ik mezelf gewoon redden met mijn spiderweb. En dan ga ik hopelijk alsnog gewoon keihard dit potje winnen. En hey, ik heb in ieder geval heel veel sniperkogels. Dus daar ben ik blij mee. Oké, zit ik inmiddels al op max height? Ik moet uitkijken dat ik niet zo op max height zit. En dat ik gewoon doodval. Want ja, dat lijkt me wel iets van mij. En oké, we zitten op max height. Dit is helemaal top. Ik zit er en ik ben nog niet naar beneden geschoten. En kan ik meteen even wat enemies... Kijk, 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 kijk. Daar loopt een enemy. Hallo, enemy. Ga ik schieten? Die enemy verdwijnt gewoon letterlijk. Wat is dit? En oh mijn god, de cirkel zit ook een beetje boven het water. Dit is echt perfect. Maar even serieus, hè. Waar zijn alle enemies? Want als ze gewoon letterlijk gaan verdwijnen... Dan ga ik toch helemaal geen kill kunnen maken vanaf hier. Ik wil vanaf boven gewoon iemand gewoon keihard neersnijpen. Dat zou toch ziek zijn? Hoe kan het nou dat er nog 4 andere enemies over zijn... en dat ik letterlijk helemaal niemand zie op dit moment? Oké, ik denk dat ik gewoon eventjes meer naar voren moet gaan bouwen. En ja, ik hoor schoten. Ik hoor schoten. Dat betekent dat hier in de buurt gevochten wordt. Oh, kijk, kijk, kijk. Daar lopen enemies.
Yeet. Oh. Beam, ga dood, alsjeblieft. Nee! Mijn kill is gestolen en dit is de laatste enemy, huh? Oh, nee. Nee. Hij is aan het healen, Kom op, ga dood. Nee, dat ga ik nooit raken. Oké, de cirkel komt eraan. We gaan weer even iets verder bouwen. Die enemy heeft geen idee dat ik hierboven ben. Dit is echt perfect. Hallo, waar is de enemy? Ik moet hem wel een beetje in de gaten houden. Kijk, hij zit daar gewoon te healen. Ik kan die enemy nu gewoon killen. Beam, kom op. Nee! Oh, mijn god. Ik moet uitkijken, want de enemy mag echt niet weten dat ik hier ben. Weet je wat ik gewoon ga doen? Hé, het is een skybase als Spider-Man. Ik ga natuurlijk gewoon even lekker chillen. Ik zit hier helemaal prima. Niemand heeft door dat ik hier ben. Ik ga gewoon lekker chillen. Wacht trouwens, als ik dit doe, hè. Komt dat tot helemaal beneden? Kan ik daarmee de enemy killen? Die enemy is zo dom, hè. Die enemy heeft letterlijk geen idee dat ik hier zit. Jeet. Nee, hoe kan ik die enemy nou niet raken? Oké, de storm komt eraan. Switch even naar steen. Of nee, we switchen naar metaal. Dat is sterker. Dan kan die enemy in ieder geval mij niet naar beneden schieten. Ik heb nu een probleem. Op dit moment zit ik niet meer boven het water. Dus als ik nu naar beneden val, dan ga ik dood. En er zijn er ook niet bepaald heel veel bomen of gebouwen waar ik aan vast kan klaplakken. Of hoe zeg je dat? Geen idee. In ieder geval, als ik nu naar beneden val, dan ben ik waarschijnlijk dood. Oké, ik moet wel die enemy een beetje in de gaten houden. Oh, nee. Oh, ik ben de enemy kwijt. Oh, nee. Dit is een probleem. En ik heb de enemy weer gevonden. De enemy loopt gewoon hier binnen. Die enemy is mij gewoon aan het zoeken op dit moment, hè. Enemy. Nee. Je moet niet de storm inlopen, hè. Want dan ga je dood. Dat is niet zo slim. Oké, let op. Snijperkogel. Jeet. Oh, nee. Oh, die was bijna raak. Oké, wacht. Ik wil wat cools proberen. Oh, de cirkel komt er weer aan. Ik ga het zo proberen. Hier is een supply drop. Op, hè? Oh, ik ga met de supply drop naar beneden. Of niet? Ik weet het niet. Wat ga ik doen? Ah! Oké, we gaan eerst even wat cools proberen. Als ik hier naar beneden spring, kan ik dan weer omhoog? Ja. Ja, dit kan. Oké, ik moet weer op mijn skybase komen. Oké, waarom doe ik dit? Oh mijn god, het is gewoon gelukt. Oké, dat was heel vet. Oké, ik denk dat het tijd is dat ik naar beneden ga, want ik kan de enemy niet meer vinden. Oké, wacht. We gaan gewoon naar beneden. Let's go! En dan op de supply drop. Die moet ik pakken. Kom op. Ja. Let's go! Oh mijn god, dit is echt geen. De enemy staat recht voor mijn neus. Dat ga je niet menen. Oké, wacht. Ik heb nog heel veel materials. Ik heb nog heel veel materials. Kan ik niet weer een soort van nog een skybase even doen? Kan ik terug naar mijn skybase? Nee, dit gaat mij nooit lukken. Die enemy gaat me dan keihard doodschieten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon proberen, want ik heb toch die webshoot. Als die enemy naar beneden schiet, ik ga toch niet dood. Oké, dit is oprecht echt het domste idee wat ik ooit heb gedaan. Weet je wat? Ik ga niet helemaal omhoog. We houden het gewoon hierbij. En dan, enemy, hallo. Snapt die enemy nou echt niet dat ik hierboven ben? Enemy, wat ben je aan het doen? Jeet. Oh mijn god, hoe is die niet raak? Jeet, oprotten. Oh, wat een lekker potje zeg. Let's go. En klik even mee voor deze andere twee video's, want dan wil je zeker niet missen. En klik even op dit geheime kanaal.